Hallo allemaal, welkom in een nieuw filmpje. Zoals dat je ziet ben ik een beetje in een andere omgeving. Ik ben namelijk op mijn werk aan het filmen. Voor dit filmpje vond ik dat wel een tof idee om de hele wellnessbeleving hier te beleven. Dus dat leek mij een leuk ideetje. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ik ga het vandaag hebben over de nieuwe productjes van Germain de Cappuccini. Heerlijke wellnessproducten voor bij jou thuis. Ik ga ze een beetje in het kort bespreken, maar straks ga ik ze ook live uitproberen. Als eerste product hebben we een Green Tea Oil. Het is van de Experience lijn trouwens. De Green Tea Oil, het is een olie die je zowel kunt aanbrengen op een droge of op een natte huid. Dan hebben we ook nog iets heel leuk en dat is een scrub. Een heerlijke scrub met cinnamon en ginger. Dus een beetje een pittige geur. Dat is deze. Dan heb ik nog iets. Het dopje daarvan ben ik kwijtgeraakt. Ik had het al een keer getest. En het is denk ik ergens onder mijn bed geraakt. En dat is namelijk een spray. Voor op je huid te sprayen of in het rond te sprayen in je kamer. Een heerlijke, ontspannende en rustgevende geur. En als laatste iets heel handig voor in je handtas op te bergen en dat is een rollertje, een anti-stress oil en daar zit lavendel, mint en lotus in. Dat is zo'n rollertje, dat ga ik jullie straks ook tonen wat je hiermee moet doen. Dus dat is heel kort uitgelegd, ik wil het niet te moeilijk maken voor jullie. Ik zou zeggen, ben je benieuwd hoe je deze producten thuis kunt gebruiken en hoe je thuis een heerlijke, ultieme wellnessbeleving kunt ervaren. Ik zal zeggen, kijk dan zeker verder naar dit filmpje. Mijn wellnessbeleving start ik steeds met het aansteken van een heerlijke kaars. Voor ik begin met mijn huid te scrubben, ga ik ook nog eventjes deze heerlijke mist in het rond sprayen, zodat de badkamer heerlijk ontspannend ruikt. Dan neem ik een kleine hoeveelheid van de scrub en dat breng ik aan op een droge huid. Je kunt je voeten ook heerlijk meescrubben. Zo'n scrub mag je ongeveer één keer per week doen en daarna neem je het eigenlijk af met water. Ik heb even de scrub eraf genomen met water en daarna mijn huid even droog gezet. En daarna neem ik de Green Tea Oil. Dat is met een haartje in het midden, zoals je kunt zien. Ik breng een beetje daarvan op mijn hand en dan breng ik dat aan op mijn benen. Normaal ben ik zo niet van de Green Tea, maar dit is een hele subtiele geur. Helemaal niet overheersend eigenlijk. Voilà, zie. Zo. Je kunt er eigenlijk ook de rest van je huid mee inwrijven met de olie. Als je heel erg last hebt van droge armen bijvoorbeeld, is dat ook super aangenaam. Zo, dan is je huid heerlijk zacht en dan laat ik het bad leeglopen. En deze anti-stress roll-on breng ik aan mijn polsen. Zo. En het is gemakkelijk om mee te nemen in je tas. Zo, ik hoop dat jullie net onder de indruk zijn van de producten als mij. Ik vind de geuren echt heerlijk ontspannend. Net alsof je in een wellness zit. Ik probeer eigenlijk zo'n beetje het idee te brengen van dat je in een wellness zit. Zo'n beetje door een ander soort video te maken. Dus ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Als dat zo is, doe zeker een duimpje omhoog. Abonneren zou ook heel tof zijn. En dan zie ik jullie terug in een volgend filmpje. Dadaa!